in de 250cc-klasse is begonnen. In de komende 15 minuten plus 2 ronden zal beslist worden wie de selectiewedstrijden zal winnen. Op zijn Yamaha. Oh, daar gebeurt iets. De hinder door een enorme stortvorm zijn drie rijders op elkaar gebotst. Gelukkig niet ernstig. Bert Rekers heeft zijn eerste plaats kunnen handhaven en met zijn gedrukte rijstijl houdt hij zijn tegenstanders op afstand. Maar Matt Hensen bijt zich vast aan zijn spoor en wil niet lossen. Hoi Kitty.
Pech gehad, hè? Tja, tweede geworden. Toch niet gek. Was met de koppeling. Ah, volgende maand beter. Goeie foto's gemaakt? Moet je morgen de sportkant kopen, dan zie je het. Ja, dat doe ik. Ja. Zeg Kit, ik dacht dat je op vakantie zou gaan. Ja, dat is ook zo. Maar ik moest deze reportage nog even maken. Een van onze mensen is ziek geworden. Morgen vertrekken we, Ine en ik, naar Zuid-Limburg. Dat is toevallig. Dan rijd ik volgende week een wedstrijd. Leuk! We kunnen toch even langs? Ja. Wat is het adres? Bungalow de Korenbloem, in Driehuis. Zorg maar dat de koffie klaar staat. Ik kom wel langs. Kun je op rekenen. Bovades. Hè? Ja, waarheen? Oh. Volgens de buschauffeur die kant op, eerste weg links. Nou, vooruit. Hé, moet ik die zware koffers sjouwen? Wie moest er zo nodig zijn hele garderobe meenemen? Kom op, zusje. Hier, hè? Zeg kind, je praat met een accent. Leer dat in Brabant op de kostschool. Ach, ben je mal. Heb ik je verteld dat Bert ons op komt zoeken? Zo, je ziet wel wat in die Bert, hè? Ah, onzin. Ja. Gewond? Nee. Ja, alleen met mijn trots, hè. En wat is nou een man zonder trots? Nou. Ja, eens kijken. Nou, valt bij mij, hoor. Ja. Hup. Zo. Ah, de oude terwijl we doet het. Wat een geluk, hè? Ja, het is maar zoals de dichter zegt. Zonder geluk vat niemand wel. Nee. Ja. En waar gaan de meisjes naartoe? Naar de Korenbloem. Oh. Daar gaan we logeren. Wat een toeval. Dan worden we buren, meisje. Oh? Ja, willen jullie meerijden? Nou, wat graag. Dan hoeven we die zware koffers niet meer te sjouwen, hè, Ine? Maar u giet op die kant op. Oh ja, kijk, dat was dan een dwaling mijns weegs. Ik werd afgeleid. Nou, dan vat maar uw koffers. Kom in, doen we.
Zo, nou, zet ze nou maar op. Hè? Zo, hier. Nou, zitten we. Daar gaan we. Ja. Rijden maar. Hè? Hoe vinden jullie Limburg? Mooi, hè? Nergens is het gras zo groen als bij ons. En Amsterdam dan? Ach, ga weg. Wat is er nou mooi aan een stad? De natuur. Ach, kom. Houden wij niet van uw werk af? Oh, nee. Arbeid maakt het leven zoet. Maar niet iedereen houdt van zoetigheid. Nee. Ja, ik heet Huub. Oh. Huub Vonder. Ik ben de knecht van boer Anton, uw buurman. Oh, ik heet Kitty. Kitty? En dat is mijn zusje Ine. Ine? We hebben de korenbloem voor 14 dagen gehuurd. Oh, dat kan leuk worden. Ja. Maar dames, mag ik u dan bij deze uitnodigen voor ons dansavondje? Wie is ons? Nou, wij. De jonge boeren. Jonge boeren? Ja. U? Ja. Maar dat ik een oude ben, een mens. Ik ben nog in de bloei van mijn leven. Oh, ja. En laat bloeien. Hoe oud ben ik? Een stramme 40er. Mis hoor. Een soepele 50er. En dan nog lid van de jonge boeren? Ja, wat had ik dan? Men is zo jong als men zich voelt. Oh, zo zit dat. Vorig jaar heb ik de beker gewonnen. Met dansen? Wat had ik dan? Met hart open? Niks hoor. Voilà, daar is het. Jullie vakantieverblijf, de korenbloem. Hartelijk bedankt. Dankbaarheid is een blommetje dat een weinig hoven bloeit. Guido Gezelle. Mm-hmm. Maar wij hebben u ondertussen van uw werk afgehouden. Werk, jonge dame. Werk, dat is nodig, gewis. Laat ons dus zorgen dat er ook nog iets voor morgen is. Tot ziens en prettige vakantie. Gezellig. Ik zal meteen een bakje koffie zetten. Ja, wachtig. Hier staat alles wat we nodig hebben. Oh ja? Ja. Hé, hey. Daar is hij weer. Waar ben jij zo lang gebleven? Er is geen werkman, wat hij ook zei. Die haastig kan werken en goed daarbij. Vooruit, vlieren, fluiter. We moeten aan het werk. We zitten in tijdnood. Dat geslampamper van jou. De nood die doet een oud wijf draven over sloten en graven. Muziek bij de koffie. Eén uur, radio nieuwsdienst ANP. Ach, laat staan, Jot. Weer bericht. In Brussel is op klaarlichte dag een brutale bankroof gepleegd. De dader wist te ontkomen met een buit van 3 miljoen Belgische frank. Volgens ooggetuigen was het een beruchte zwarte rijder. Aangenomen wordt dat de man naar Zuid-Nederland dracht te ontkomen. De Belgische politieautoriteiten loven een beloning van 10.000 frank uit voor diegene die aanwijzingen verschaft welke leiden tot de arrestatie van de bankrover. De man bereidt een zware motor en is geheel in het zwart gekleed. Een ieder die inlicht... De zwarte rijder... Die moest ik kunnen fotograferen. Zou eens op de krant zien kijken.
Schei uit met die krant. We zijn nu op vakantie. Ja, je hebt wel gelijk. Robert! 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 Wat ben je nou weer aan het doen, kerel? Schiet een beetje op. Tijd is geld. Laat schrapen wie dat wil. Maar gij gedraagt u wijzer. Want leven voor het goud heeft een ziel van ijzer. Gij zijt een dwaas. Als ge nimmer meer een dwaas wilt zien, moet ge u een spiegel kapot slaan, baas. Ach, vent, bars, bars met uw rijmpjes. Gelukkig. Maar waarom heb je dat allemaal gedaan? Ik had je toch gezegd, ik moest dat kip ook afbreken. Huh? Ik denk, doe dat nou maar ineens, hè. Ja. Zo'n zondagmiddag is toch maar een saaie toestand. Mm-hmm. Is het boek spannend? Mm-hmm. Kun je nog wat anders zeggen? Mm-hmm. Hé, wie kan dat zijn? Als je gaat kijken, weet je het. Nou, maar dat is een verrassing. Onze buren. Juffrouw Kitty. Kom binnen, heren. Ja. Ja, kom erin. We komen net van de repetitie. Repetitie? Ja, van de boerenblaaskapel. Oh. Oh, dat is hier ook. Dag, Ine. Oh, goedemiddag, heren. Hé, ze bedoelt ons, baas. Zeg jongens, dames bedoel ik. dat is nou Toon, mijn baas. Oh ja. En die daar is Jan, een neef van me. Ja. Trek je een kopje koffie? Ja, koffie. Ja, wat zeg jij, Toon? Ja, als het niet anders kan. Liever een glas pils. Ja, ja, dat lijkt er al meer op. Ja. Een lekker glaasje bier, ja.
Een gezonde ziel kan niet leven in een droog lichaam. Droog lichaam. Pas maar op dat die ziel niet verdrinkt. Oh, geen nood, baas, geen nood. Mijn ziel kan zwemmen. Allez, Jean. Een peu de muziek. Hé? Dat is Frans. Oh. Ja. Ken jij Frans? Jazeker. Frans van de buurman. Ah, nou, daar gaat hij dan. Ter ere van de Amsterdamse gasten. Alsjeblieft. Gezondheid. Ja. Dank je. En dat we nog lang mogen lusten. Ja. Toon, proost. Goed, hè? Mm-hmm. Ja, de volgende. Rustig aan maar. Jij komt ook heus wel aan de beurt. Zeg, baas. Ik geloof dat het over is. Kletskoek. Gij zijt een bange wezel. Als een mens een tand dat ziet, dan is de pijn in één keer over. Maar over een uur is het weer hetzelfde liedje, hè? Baas, ik heb zo'n pijn. Baas, ik kan niet melken. Niks, gij gaat naar die en tandarts. Zijde gij verkouden? Nee. Maar het ruikt hier zeer onaangenaam. Oh, dat is niks. We hebben vanmorgen gemest. Dat zult ruiken. Had u zich dan niet eerst kunnen wassen? Dat doen we alleen zaterdags. Oeh, dan krijg ik weer zo'n steek. Oeh. Ach, jongen. Nog even volhouden. De tandarts helpt u daar zo vanaf. Rang, klets en het is gebeurd. Zeg. Hier, spoelen. Oh, ja.
spoelen, hij gezegd. Oh, ja, 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 ja. Ook een slok, dame. Hey. Thuis. Ja. Hij zegt... Bas, dat spul helpt niet. De tandarts helpt u daar wel vanaf. Ja, maar het doet zo'n pijn. Doet zo'n pijn. Zo'n grote kerel, ben je gek. Trouwens, tegenwoordig voelt het alleen in de portemonnee als je bij de tandarts zijt geweest. Oh ja? Dame, ik zal u nu gaan vertellen toen ik laatst bij die tandarts was. Dat interesseert me helemaal niet, meneer. Ja, ik zal het u toch even vertellen. Ik ging in die stoel zitten en toen zei die een tandarts, doe open die hooischuur. Meneer! Ja, dat zei hij. Doe open die hooischuur. De volgende. Komt u maar. Nee, ik en niet, dokter. Ik mankeer. Ja, dat zeggen ze allemaal als ze bij de tandarts moeten komen. Laat eens even kijken. Wat een troep, zeg. Kom vooruit. Kom vooruit. Ik heb echt niks, dokter. Stel je toch niet zo kinderachtig aan. Het doet maar alleen pijn in uw portemonnee. Wat ga je doen, Kit? Ik wilde eens proberen wat leuke dierenfoto's te maken. Ginds in het bos. Ik dacht dat jij vakantie had. Nou ja, dierenfoto's is een hobby. Nou, dan veel plezier, hobbyist. Tot straks. Thank you.
Spionnen. Jij hebt foto's van me gemaakt, hè? Jij bent de man met zwart. Dat klopt, ja. En jij bent een nieuwsgierig meisje. Geef hier dat toestel. Ben je gewond, man? Nee.
Die juffrouw Kitty toch? Ken je dat meisje? Juffrouw Kitty? Ja. Die logeert in de Korenbloem. Waar is dat? Dat is ongeveer een kwartier hier vandaan. Ginder over die brug. Als je dat maar donder op, ga weg, ga weg. Nou, nou. En weg reed hij op zijn machine, zonder zelfs in dat wederzien. Ine! 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 Ine, waar zit je? Ine! In ruil voor het fotorolletje laat ik je zus vrij. Ja, hallo? Ben jij die fotograaf, hè? Ja. Waar is mijn zus? Rustig maar. Ik het fotorolletje, jij je zus terug. Goed, u krijgt het. Verstandige meid. Straks komt iemand het rolletje halen. Geen streken, hè? Ja, baas, hoe is het gegaan? Goed. Hey. Alles in orde. Is de kleine meid braaf geweest? Dagje. Oh, even geduld, je mag weer naar huis. Zeg, wat gaat er nu gebeuren, baas? Jij kunt dat fotorolletje afhalen. Goed. Maar waarom is dat rolletje zo belangrijk? Misschien kan de politie mij daarop herkennen. Herkennen? Wat? Met dat pak en die helm? Dat is onzin. Ja, ik neem geen enkel risico. Zo'n foto kan erg belangrijk zijn voor een handige politieman. Ja, 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 daar kan ik inkomen. Oké. Max, jij gaat naar de Korenbloem en die meid zal jou dat fotorolletje geven. En dan kom je hier terug. Ja. Dries, jij blijft hier oppassen. Blijf jij hier, baas? Nee, ik heb nog iets af te handelen, maar ik kom hier terug. Vooruit nu. Zeg, Dries. Dries. Luister eens. Kun jij de touw niet losmaken? Het doet pijn. Ja, ik kijk wel uit. Niks hoor. Ik denk er niet aan. Ach, doe nou. Je bent toch niet bang voor zo'n klein meisje als ik? Jij stoere, langharige wink. Als je heel lief tegen me lacht. Wat een lief snuitje. Maar ik maak je toch niet los, kleine slimme duvel. Akelig mispunt. Ik wou dat je het ramband kreeg. Wat kan ik voor u doen? Dat vertel ik binnen wel. Kom iets halen. En mijn zusje? Als het goede rolletje is, zie je er over een paar uur terug. Als jij je aan de afspraak houdt, is je zusje over een paar uur thuis.
Pas op jij. Oké. Dries, kom op, Dries. Thank you.
is dat ellendige kind gebleven. Als ik het te pakken krijg, is ze nog niet gelukkig. Hier met dat rolletje. En ze heeft toch eerst moeten loslaten. Vraag wat die is. Hebben jullie hier een meisje gezien? Ongeveer zo groot. Ik zou toch maar eens even in die tent kijken, Dries. Hé, hey, maar dat gaat zomaar niet. Oh nee, jongetje. Slopen! Wow. Weg! Snel! Weg! Hey. Oh, mijn billen! Helemaal gek, laat die maar lopen. Achter de meisje, vooruit. Ja, ik kom al. Oh, ben jij het? Nou, dat is ook hartelijk. Ja, sorry Bert, maar ik heb moeilijkheden. Ernstige. Ogenblikje. Ja? Ine! Waar ben je? Is alles goed? Wat? Ontsnapt? Ja? Waar zeg je? Goed. Goed. Blijf daar. Ik stuur Bert. Ja, die is hier. Wat is hier eigenlijk gaande? Te veel om op te noemen. Wel eens van de zwarte rijder gehoord? De bankrover? Juist. Die houdt Ine gevangen. Ine? Ze is ontsnapt. Wil jij haar gaan halen? Natuurlijk, zeg maar waar ze is. Luister, je gaat... Pak hem, Dries. Hey, Max, Max, wacht op me. Gesprongen. Haal de wagen, ik grijp hem.
de chauffeur laten stoppen. Bert! Vooruit, Ine. Spring er achterop. Goed gedaan. Hou je vast. Met een beetje geluk schudden we hem eraf. Zijweg in, jij springt eraf en verbergt je. Ik lok die kerel wel achter me aan. Waar is ze nou? Ja, weet ik dat. Zoek toch, man. Ja. Hé, hey, Dries. Waar is ze? Kwijt. Wat kwijt? Nou, gewoon kwijt. Wat nou? Nou, even uitblazen, hè. Uitblazen? Ben je bedonderd? Nee. Zoeken, vooruit, snel. Uitblazen. Tje. Tjie. Waar lijkt dat schilderij op? Het doet me aan iemand denken. Merk wat... Daar heb ik jou. Laat me los, Dreiler. Laat me los.
Mijn hoofd. Oh, mijn hoofd doet zo pijn. Ik ben gewond. Zusje. Zusje. Mijn hoofd. Ja, maar wat is er? Hey, Hey, proost. Thank you.
suffert. Zie niks. Nu zit ze in de val. Ja. Hier komt ze niet meer uit. Jij blijft hier wachten en ik ga haar zoeken. Ik hier? Ja. Of ben je soms bang voor spoken? Ja, ik wel, ja. Ach. Mooi is het hier. Alsjeblieft, eruit, help me. Doe, lieve jonge dame. Nee, niet weggaan. Het is allemaal jouw schuld. Ik ga naar de vakbond. Kit. Hallo Kit, daar zijn we weer. Nou, kijk je zuur, ben je niet blij? Kijk eens, het fotorolletje. Oh. Dat zal ik maar meenemen. Bedankt voor de moeite. En ben nou maar blij dat het zo goed voor jullie afloopt. Probeer me niet te volgen. Dat kan gevaarlijk zijn. Deze revolver is namelijk echt. En ik ben het moe om door jullie voor de gek gehouden te worden. Dus laat mijn raad niet in de wind. Jullie blijven binnen totdat ik weg ben. Anders, hè? Handen omhoog, mannetje. Oei, goed zo. Zo, het leven is een voortdurend afscheid nemen. Maar jij, je neemt voorlopig nog niet de benen. Zwaai niet zo met dat gevaarlijke ding. Oh, geen nood, baas. Deze jongen weet wat hij doet. Het is niet geladen. Oh, nee? Nee, kijk maar. Enig zeg. Geen groter dwaas dan een oude dwaas.